Ja, doorgroeien, dat doe je natuurlijk met de nieuwe plaat. Voor de vorige plaat in Jungle zijn jullie volgens mij vertrokken naar Zeeland. Zijn jullie dit keer weer, jullie gaan afzonderen ergens? Ja, we zijn dit keer weer naar Zeeland geweest. Okay. Nou, dat is wel interessant dan. Wat is het aan Zeeland dat jullie zo... Het is onze eerste... het is gewoon bekend terrein. We voelen ons goed daar, de mensen kennen ons daar. We kunnen gewoon ons ding doen daar. Dit keer zijn we weer gegaan gewoon omdat, ja, ik weet niet, zo, daar hangt gewoon een sfeer waar we ons goed bij voelen. En ja, voorheen is het ook goed gegaan, dus daar zijn we dus weer naartoe gegaan. Gewoon zonder druk, zonder enige, zonder verwachtingspatroon zijn we daar gewoon heen gegaan. Ja. En hebben we gewoon weer nieuwe muziek gemaakt. Om gewoon te kijken wat eruit zou komen. En uiteindelijk is weer eruit gekomen. Wat was de mindset of de... Ja, de mentaliteit toen jullie daar waren, wat was de stemming, de mood? Wat onze achterliggende gedachte is sinds de eerste keer dat we naar daar wilden gaan, we wilden gewoon eventjes weg van onze comfortzone. Eventjes alle hoofden gewoon lekker leeg, met z'n allen gewoon even lekker muziek ademen. Dus wakker worden in muziek, eten in muziek, dromen in muziek, op de bank liggen met muziek aan, gewoon... Eventjes weg van hier waar iedereen afleiding heeft, want we kunnen ook gewoon in de studio afspreken. Want er zijn zoveel dingen waardoor je afgeleid kan worden. Je kan een telefoontje krijgen van, kan je me even helpen met dit of kan je me even helpen met dat. Nu, dat doen we niet. We beschermen elkaar eventjes gewoon die weken dat we daar zijn en dan gaan we lekker met z'n allen naar daar. Nodigen de mensen uit met wie we willen werken. En laten we het gewoon rollen. Het is niet zo dat we naar daar gaan dat we een druk op onszelf leggen van... we moeten einde van de week 20 tracks of zo af hebben. Nee, we plannen het zodanig in, want we zijn gewoon naar daar gegaan zonder verwachting. Het kan gewoon ook een 2 weken chillen worden. Of het wordt gewoon 2 weken lekker volop werk. Het is gewoon wat eruit komt. We forceren niks. Dat is bij ons echt het belangrijkste. Is er een track uitgekomen? Wat was de eerste track die tot stand kwam? En ik weet niet of die dan in Zeeland ook tot stand kwam. Dat vraag je me. Ja, nee, ik zou nu 1, 2, 3... waarschijnlijk staat de eerste track die gemaakt is niet eens op het album. Ja, klopt. Okay. Klopt. Ja, we zijn gewoon heel snel met... er worden dingen gemaakt, dingen bedacht. En soms maak je het direct af, soms laat je het liggen. Mm-hmm. Soms ga je gelijk weer door naar wat anders. Het is gewoon bij ons elke keer verschillend. Is er wel een idee ontstaan van wat jullie op de plaat willen hebben? Want dat zijn bepaalde thema's. Vrouwen komen natuurlijk weer terug. Maar ook succes, ambitie, dat soort dingen. Ja. Werd dat een beetje daar besloten of komt dat gaandeweg een beetje? Ja, gaandeweg. Je maakt gewoon muziek. Okay. En we zitten eigenlijk, we zijn een groep, we maken elke dag dezelfde dingen mee. Dus je voelt elkaar heel snel aan van, we moeten een beetje deze kant op gaan, we willen een beetje dit vertellen. En op een gegeven moment wordt het één geheel. En daar is iedereen dan mee eens en dan heb je wat moeten doen. Ja, er zijn een paar tracks die ik heb opgeschreven, dus... Nou, bijvoorbeeld live, daar hadden we het net al even over. Maar waar moet je aan denken als je dat nummer nu hoort of zelf speelt? Is het een soort van nostalgisch nummer voor je? Ik krijg zeg maar een besefmoment. Ja, precies. En ik krijg zeg maar een terugblik op hoe we zijn opgegroeid, op wat we hebben meegemaakt, wat we hebben doorstaan, wat onze ouders hebben moeten doen om ons tot deze punt te krijgen, om ons op te groeien als sterke jongens die als het ware de wereld aankunnen. En daar zijn we onze ouders heel erg dankbaar voor, want wij zijn, iedereen hier van ons is volgens mij de eerste generatie die gewoon ook echt officieel gewoon echt Nederlanders zijn. Onze ouders zijn allemaal geboren in het buitenland en dat is gewoon wat we een beetje willen meegeven in die track. Wat ik ook super gek vind van die track is zeg maar op het moment dat ik die track luister, is dat ik zie het gewoon voor me, snap je? En iemand die die track bijvoorbeeld, of iemand die dat niet heeft meegemaakt en die track luistert, ik denk dat diegene ook een onbepaalde beeld voor zich heeft. Een kleine jongen die, begrijp je, die zo opgroeit in wat wij zeggen, snap je? Dus ja,
Even, hoe hem zegt, even erbij stilstaan. Soms lijkt het alsof je dan eventjes aan het staren bent. Ja, er komt nu iets in me op en dit is misschien veel te moeilijk om te beantwoorden, maar jullie zijn allemaal zeg maar eerste generatie hier in Nederland, zoals je zegt. Dan maken jullie hiphop, wat vooral na de laatste jaren is natuurlijk erg populair. Waarom denken jullie dat Nederland jullie zo omarmd heeft? Omdat het, met terugwerkende kracht, als je een beetje... Omdat het gewoon, het is, wat we meegeven is gewoon pure realiteit. We zitten geen science fiction verhalen te vertellen. En, ja, ik wou net zeggen, die inhoud, maakt niet uit welke track. Inhoud is, snap je, die inhoud is super sterk, snap je, waardoor jij dit soort vragen gaat stellen. Op jonge leeftijd, snap je wat ik bedoel? Dus ja. Die inhoud is gewoon super sterk. We kwamen zeg maar op jonge leeftijd ook echt erachter dat als we dingen vertelden die we meemaakten in tracks, dat mensen zich erin konden vinden omdat mensen ongeveer ook hetzelfde hebben meegemaakt. Of doordat jij over je dingen praat, het aan hun aan dingen doet denken of iets. Vaak maken we ook feestelijke tracks en dat geeft mensen ook gewoon een vrije gevoel. En dat is toch iets wat jou gewoon gelukkig maakt. Als kijk, je hebt mensen die naar jou toe komen en die zeggen, hey, zo, wat een topnummer. Ja, ik ga er lekker los op. Maar je hebt ook mensen die naar jou toe komen en die zeggen, hey, die track doet mij denken aan mijn moeder die bijvoorbeeld is overleden. En ik luister naar wat je zegt en ik ken me helemaal plaats in jouw verhaal. Ja. Misschien, we hebben niet exact hetzelfde meegemaakt, maar er zijn bepaalde dingen die mij doen denken aan mijn verleden. En dat is denk ik de kracht erachter. Sluit ik me volledig bij aan. Maar ik denk dat dat niet het enige is, weet je. Sowieso los van kwaliteit en productiviteit, wat wij hebben, stralen we ook gewoon echtheid uit. En dat is ook wat de mens van ons vindt in Nederland, weet je. Ze zien ook gewoon dat de band die wij hebben, die we met elkaar hebben opgebouwd, al die jaren doorheen, zeg maar. Ze zien ook dat we onszelf zijn gebleven. Oprecht krijgen we ook gewoon die complimentjes van de mensen in Nederland. Vaak krijgen we berichtjes van, hey, ik heb echt respect voor jullie, hoe jullie met elkaar omgaan, hoe jullie met elkaars kinderen omgaan, hoe jullie met het succes omgaan, er komt veel bij kijken. Het is niet alleen het maken van muziek, tuurlijk, je moet kwaliteit hebben, weet je, maar jouw imago, persoon wie je bent, karakter, dat komt ook gewoon erbij kijken en dat kan ook bepalen of de mens van je houdt of niet. Ja, want in ieder geval mijn optiek, er zit ook een bepaalde positiviteit in jullie muziek. Dat een bepaalde positiviteit, ik kan het niet anders beschrijven. Weet je wat ik ook vind, bijvoorbeeld, ik vind die jongens bijvoorbeeld lyricaal heel sterk. Omdat tegenwoordig krijgen we niet meer, ik vind dat we krijgen niet meer echt verhalen mee, snap je? Vroeger toen ik naar een track luisterde, kreeg ik echt een verhaal mee. En godzijdank hebben we nog zulke schrijvers. En in zo'n tijd dat zij zeg maar duidelijk maken van dat zij een track kunnen duidelijk maken van bijvoorbeeld een andere kant van het gaat nu alleen om materiaal, laat me het zo zeggen. Ja. En nu word je gewoon geconfronteerd met de realiteit gewoon in een track en dat gaat jou laten beseffen, dat vind ik heel sterk en dat maakt ook het verschil, omdat het gaat niet het gaat niet over materiaal. En dat vind ik dan wel. Oh, sorry. Precies, ik wou me nog aansluiten bij Edson. Zeg maar van het album, we moeten door. We laten de luisteraar ook gewoon zeg maar eigenlijk een kijkje nemen in de keuken en het proces, het volledige proces. En het succes, zeg maar, hoe het is verlopen allemaal. We laten dichter bij ons komen. En we vertellen eigenlijk. Kort wordt er eigenlijk samengevat van wat we eigenlijk hebben meegemaakt voor het succes en tijdens het succes en wat er nu zeg maar aan zit te komen. Ja, want dat is wel een goed bruggetje. We hebben het er eigenlijk al een beetje over gehad, maar bijvoorbeeld een track als Jetlag, daar wordt toch die materialiteit dat is toch, zoals je ook al aangeeft, dat is iets wat heel veel terugkomt in de hip-hop. Waarom is dat, denk je? En waarom hebben jullie zoiets van, ja, we moeten ook de andere kant laten zien? Ja, is eigenlijk wat Jer hiervoor had gezegd van, weet je, wij zijn opgegroeid met een winnen, Vijs, Campy, Uniek. En tot de dag van vandaag pompen we die shit nog steeds. Maar, je toch, bijvoorbeeld lyricaal waren hun ook super sterk, nog steeds daar niet van. Maar je toch, wij luisterden ook naar wat hun te zeggen hadden, snap je? Ja.
En ik denk dat wij zijn blijven hangen in dat van gewoon zeggen wat je meemaakt. Vertel gewoon je toch. Geef jezelf een beetje bloot aan de mensen, snap je? Mm-hmm. Dus ik denk dat wij zijn blijven hangen in die tijd en niet zijn meegegaan in deze tijd, om het even zo te zeggen. Ja. Was dat vooral in het begin, was dat moeilijk om een deel van jezelf bloot te stellen aan de luisteraar? Ja, zeker. Weet je waarom? Het is, bij ons was het was niet alleen blootstellen, het was ook, we deden dat ook gewoon in een nieuwe jasje. Daar waren we wel bewust van, dat wouden we wel graag. Broederliefde staat bekend om feesttracks, maar om de perfecte sfeer. Maar we hebben het ook gewoon over onderwerpen die ons in die perfecte sfeer brengen. Of we leggen ook uit waarom we zo genieten van het leven, omdat we ook de andere kant van de dag kennen. Snap wat ik bedoel? En dat hebben we meegemaakt en dat is ook wat we meegeven. We proberen mensen een andere kijk, zeg maar, op het leven te geven. En wij staan voor samenleven, wij staan voor liefde, wij staan voor broederschap. En dat is wat we allemaal proberen mee te geven, gewoon in tracks en dat gewoon in een nieuwe jasje. Over het blootstellen, tuurlijk. Je hebt nu toch wel een stukje meer ervaring, een hele stuk meer ervaring, volwassenheid, weet je. En dan is het toch wel wat makkelijker om over zulke dingen te praten, weet je. En dan wordt het ook voor de luisteraar wat het interessanter om ernaar te luisteren. Je bent volwassener, ze nemen het ook serieuzer omdat ze weten, het is aantoonbaar. Het wordt overal gezien en gehoord dat broederliefde zo succesvol is en dat het ook gewoon voor de mens ook gewoon oprecht klinkt en ook zo echt is, weet je, dan wordt het ook gewoon interessanter om daarover te praten en gehoord te worden. Ik heb nog één allerlaatste vraag dan. Ik ben zelf basketbalfan en je hebt heel veel basketballers die rappers willen zijn, dus atleten die rappers willen zijn. En heel veel rappers die atleten willen zijn. Willen jullie nog steeds profvoetbal worden? Ja, nee, het is toch grappig als je dat opmerkt, want inderdaad, nu deze tijd, je ziet heel veel set van basketballers die dan dingen met rappers willen doen, ja, voetballers dingen met artiesten willen doen. Is denk ik gewoon een interesse. Maar natuurlijk, we zijn natuurlijk gewoon nog steeds sporters, we houden ervan. Maar of we echt nu nog profvoetballer zouden willen zijn, kijk, ik persoonlijk niet. Ik vind het wel helemaal goed zo. Nee, ik ook niet meer. De rest is wel goed zo. Maar het is wel goed zo. We vinden het wel goed zo. Ik ben wel blij dat ik het in ieder geval heb meegemaakt in mijn leven. Ja. Dat ik de kans heb gehad om mezelf te bewijzen. Maar nu ik deze kans ook van God heb gekregen, ben ik die man dankbaar. Ja, man. Precies. Heren, dank jullie wel voor jullie tijd. Jij ook bedankt. Jij bedankt. Dank je wel.